Het was een helse ochtend, maar ik ben verlengd. Yes! Nu ga ik gaan werken. Goedemorgen, we zijn vandaag vrijdag. Vannacht heb ik iets beter kunnen slapen dan de vorige nacht, maar nog niet, steeds niet top zoals het moet zijn. Buiten ligt er nog altijd een sneeuwtapijt. Maar ik heb geen idee dat dat nu komt omdat er nog bij is gevallen of gewoon omdat het nog is blijven liggen. En zoals jullie gisteren konden zien, is dat de print voor vandaag geworden. En mijn haar deed super moeilijk vandaag, alsof hij jou zag. Je gaat toch niet meer naar je werk, dus ik doe maar wat ik wil. Hey, ik ga een klein beetje dood van de zenuwen. Ik weet dat het er nergens voor nodig is, want dat draait of verkeerd, alles komt wel goed. Maar dan toch. Gelukkig heeft mijn mama een puzzel gebracht, dus misschien moet ik die gewoon gaan maken om het te ontspannen. Het was een helse ochtend, maar ik ben verlengd. Nu ga ik gaan werken. Hallo. Het is nu 6:10. En ik wist dat het heel lang ging duren voordat jullie mij terug gingen zien. Want vanmorgen om 8:50 heb ik het seintje gehad dat ik mocht gaan werken vandaag. En het was een receptie vandaag op mijn werk. Dus ik heb 10:30 gewerkt vandaag. Maar het was al een hele leuke dag. Nu ben ik een klein beetje kapot, want in de 10:00 wandelen heb ik ook 10:30 werken heb ik ook een wandeling van ongeveer 2 uur gedaan. En nu zijn mijn voetjes eraan. Even omkleden. Voilà. Ik ga zo blij zijn als ik in mijn bed lig. Straks, want ik heb de afgelopen nachten heel slecht geslapen. Dus nu echt een goed tukje doen. Maar ik was al heel blij toen ik vanmorgen nieuws kreeg dat ik terug mocht gaan werken. En ook heb ik wel de hele dag met een dikke smile op mijn gezicht gewandeld. Ah, het is hier donker. Het is tijd voor mijn boodschappen. Ik ben naar de Co-op geweest en ik heb een bakje tomaten gekocht. Dit zijn van die pruimtomaten, die vind ik gewoon heel aangenaam. Ik heb ook een bakje kersttomaatjes gekocht. Dat is meer als snack dan. Oei, ze willen mijn tomaatje beschermen. Dat is niet goed. Ik heb die pas gisteren gekocht. Ik heb mozzarella gekocht voor iets die ik ga maken. Daarom heb ik ook ricotta gekocht. Ik heb verse kaas gekocht, maar in de light versie. 2 kiwis zonder het zakje. Een netje mandarijnen. En pistoletjes. Deze zijn niet alleen voor mij, maar ook voor mijn zus. Ik eet niet zo heel vaak pistoletjes, maar af en toe wel. Ik eet vooral dit, bruin brood. En ik heb ook nog een zak korn gehakt gekocht. Maar die zit al in de diepvries, dus. Ik had geen zin om die eruit te halen voor deze boodschappenhol.